Hoi, mijn naam is Tess Milne en vandaag ben ik life coach. Ik drink altijd te veel tijdens spelletjesavonden omdat ik het zo gezellig vind. Wat kan ik hieraan doen? Minder drinken. Volgende vraag. Ik heb een hekel aan spelletjes, maar wil niet meer de haatsmurf van de groep zijn. Hoe kan ik toch meekomen? Kijk in jezelf. Want ik had vroeger ook een hekel aan spelletjes. Maar dat was vooral omdat ik het echt intens lastig vond om te verliezen. Dus toen ik dat met mezelf verwerkt had, toen zat ik blij aan de tafel. Mijn broer speelt altijd vals. Als ik daar iets van zeg, zegt hij dat ik niet tegen mijn verlies kan. Dat is ook waar. Dus wint hij de discussie altijd. Zo oneerlijk. Hoe kaart ik dit aan zonder gedoe? Klinkt alsof jij het jongere zusje bent. En daar kan ik me helemaal in vinden, want ik ben ook het jonge zusje. Dus ik begrijp jouw frustratie. En ik zou gewoon dus de volgende keer gewoon heel sec zeggen, je speelt vals. Laten we het niet over mij hebben. Waar is dit begonnen? Jij speelt vals. Dat is de issue aan de tafel. Daar moeten wij over praten. En vergeet niet, jullie houden van elkaar.